Gijs de Lange was dat. Acteur en regisseur, welkom. Veel. En pianist. Ja. Erik Satie. Ja. Waarom wilde je daarmee beginnen? Nou ja, ik zat te praten hier en ze vroegen aan mij, wat doe je nou de hele dag? En ja, ik zit de hele dag nu piano te spelen. Echt waar? Ja. Heb je een mooie vleugel thuis staan? Ik heb thuis een hele mooie vleugel staan, maar ik logeer nu bij mijn vriendin en die werkt thuis. En die heeft een piano staan, maar daar durf ik niet op te oefenen, want dat is geen gehoor. Dus ik heb nou een Yamaha keyboard gekocht met dezelfde aanslag als een echte vleugel. Hoe speelt deze? Deze speelt lekker. Ja? Ja. Zeg, het is wel grappig dat jij hier bent, want het uur werd geopend door regisseur Pieter Kuipers. Ja. Die ken je. Ja. Door je rol in Van God Los. Ja. Maar goed, iedereen kent jou. Van 20.000 voorstellingen, theater, ja, televisie, kok in Albert in Tijm. Natuurlijk in de Klokhuis. Lijkt, ja, mij een leuke rol. Ja, dat was heel erg leuk om te doen. Ja. Ja? Hoe, ja, kom je aan die naam? Want ik ben bevriend met een aantal broers Albert Ding Tijm. Hoe kom jij aan die aan nou, die naam heeft Hans Dorenstein verzonnen. Oh. Hans Dorenstein schreef die teksten. Ja. En het Klokhuis, dat zijn allerlei verschillende onderwerpen. En die worden dan verdeeld onder de schrijvers. En als er een onderwerp was waar geen één schrijver iets over kon verzinnen, dan ging het naar Hans Dorenstein om daar een Albert Ding Tijm van te maken. En die bakte daar altijd weer een prachtige taart van. Altijd over asfalt kon hij toch wel. Waarom is hij zo goed, Hans Dorenstein? Ja, Hans Dorenstein is ongenadegeestig. En het is een man die ontzettend leidt aan het leven. En, is dat nou echt of is dat gespeeld? Nee, dat is echt wel waar. Okay. Ja. Heb jij geen last van, volgens mij? De depressie kan bij mij ook nog wel eens toeslaan, ja, hoor. Jazeker. Maar Hans die kan wel zijn eigen leed onder ogen zien en daar iets grappigs van maken. Ken en, jij dat ook? Dat is ongeveer wel het belangrijkste wat ik doe in het theater, ja. Als je het niet hebt, zoals nu, waar laat je dan de mest voor, zou ik maar zeggen, voor je optredens? Ik bedoel, dat moet er ergens uit. Hoe, ja, hoe kom je daar vanaf? Ik vind het eigenlijk niet te doen. Nee? Ik vind niet werken, niet in het theater werken, eigenlijk niet te doen. Ben je somber de afgelopen maanden? Ik ben behoorlijk somber over hoe het met ons zal aflopen. We zijn als eerste moesten we dicht en als laatste gaan we ongetwijfeld ook weer open. We moesten als eerste dicht, het theater? Ja. Ja. De grote mensenmassa's in een afgesloten ruimte. Dat, ja, blijft gevaarlijk en dat zal maar helemaal waar laat duren. Jij je energie, je creatieve talent? Wie val je daarmee lastig behalve jezelf? Ik lees heel erg veel. Ik probeer me geestelijk zo alles wat ik de afgelopen tijd niet heb kunnen doen omdat ik te veel aan het werk was, wat ik niet kon lezen, dat ben ik nu aan het inhalen. En ik luister ongenadig veel klassieke muziek. Ja? Dus ik ben eigenlijk een kunstconsument vooral geworden. Dat ben ik sowieso wel, maar nu helemaal. Troost het voldoende om je uit de somberte te halen, klassieke muziek? Zeker wel. Het troost wel. Ik weet niet of het nou alleen maar troost. Het is vooral de schoonheid die me daar van mijn stuk slaat. Maar wat ik heel erg mis is dat je zelf iets maakt en iets creëert in een theater. En dat er op een gegeven moment een lach komt van een volle zaal. Dat is het mooiste geluid dat ik ken. En dat hoor ik nu niet. Je mist de lach. Ik mis de lach enorm. Dat is een heel erg belangrijk moment in het theater. Het is een heel raar ritueel wat al 2.500 jaar oud is. Het theater in Epidaurus is de 4e eeuw voor Christus gebouwd. Er konden 14.000 mensen in. Toen was het al gebruikelijk om theaterfestivals te hebben. Werd er een tragedie gespeeld overdag en daarna tegen de avond een komedie. Een aantal dagen lang en dat was een wedstrijd. Maar het feit dat je dus met mensen die je niet kent in een ruimte zit, te dicht op elkaar, het licht gaat uit, je wordt een soort anonieme massa, een deel van je individualiteit verdwijnt, je zit heel geconcentreerd zonder dat je afgeleid wordt door iets anders. Zit je te kijken naar een verhaal wat verteld wordt door mensen die iets vertellen over de angst, het verdriet, de pijn van het leven die je zelf allemaal kent. En in een komedie is het dan zo dat op een gegeven moment die spanning die neemt toe. De energie van die mensen, omdat ze zo dicht op elkaar zitten, die wordt op een bepaalde manier heel dik.
Voel je dat? Dat voel je als je op het toneel staat ook heel erg. Je voelt de energie samenballen. Dan bouw je langzaam op naar een grap. De grap komt, dan kantelt alles om. En dan komt er een explosie van een keiharde lach, als het goed is. En dat is een enorm bevrijdend gevoel. Omdat het je confronteert met je eigen angst, je eigen pijn. En die wordt omgezet in een lach. En dat is een heel erg reinigend mechanisme. Dat is voor mij, voor het publiek, voor de zaal. Ja. Wat, ja. Weet jij wat er fysiologisch met jou gebeurt als die lach over jou heen dondert? Een soort ik denk dat allerlei hormonen enorm door je lichaam gaan razen. Het is een euforisch geluksmoment. Als het echt goed lukt, hè? Als het echt goed lukt. Nee, maar ik bedoel, als het echt goed lukt en de voorstelling is afgelopen, hoe lang kun jij teren op de adrenaline of dat die endorfine in je kop die los zijn geknald door de lach van de mensen uit de zaal? Ja, dat duurt altijd wel even. Het is ook, ik kan er ook met genoegen aan terugdenken. Het gevaar is ook, als je in een komedie staat en die is heel erg goed gegaan, dan neem je dat gevoel van dat euforische gevoel van die lach, dat neem je de volgende dag mee naar de voorstelling. En dan denk je... Dat is linkersoep natuurlijk. In het begin denk je, ze lachen helemaal niet, maar dat is nooit zo. Want in het begin moeten mensen even wennen aan wat is het verhaal precies. En langzaam komt het op gang. Wanneer heb je voor het laatst de bulderende lach over je heen gekregen? Nou, ik heb hem. Ik speel al heel lang niet meer. Maar ik regisseer nu comedies. En de laatste bulderende lach is denk ik met Alex Klaassen geweest in Show Ponies 2. Daar zaten een aantal behoorlijk bulderende lachen. Jij kent hem goed, hè? Ja. Want we hadden hier net voor je, heb je misschien gehoord, Mirjam Radstaker, directeur van de Stad Schouwburg in Lochem. Ja. Die wil hem zo graag daar hebben. Ja. Kun je het even regelen of niet? We gaan eraan werken. Ja. Hey, maar als je al zo lang zonder zit, je bent dus eigenlijk je bent aan het afkicken, cold turkey. Ja. Want zoals voor iedereen geldt natuurlijk, ergens in maart pats afgelopen. Ja. Hoe moet dat? Ja, ik zie het. Ik ben nu naar die voorstelling van Hans Kesting in de Stad Schouwburg in Amsterdam geweest. Wanneer was je daar? Ik was er op zondagavond. Dat was een besloten try-out. En gisteren is die in première gegaan. Wie heeft mijn vader vermoord is de titel. Ja. Onder regie van Ivo van Hoven. Ja. En daar zaten, neem ik aan, het maximale aantal mensen van 30 in de zaal. Er zaten 30 mensen in de zaal. Lijkt me absurd. Het is een klein zaaltje. Ze hebben een tribune op het toneel gebouwd. Dus het is een zaaltje waar er, denk ik, normaal gesproken schat ik 120 in kunnen. Ja. En we zaten dus allemaal verspreid. En dat gevoel wat ik net beschreef, dat die spanning steeds dichter wordt door het publiek, dat is onmogelijk met 30 man. En ik sprak Hans na afloop ook en die zei, het is heel erg moeilijk, omdat je gaat er als acteur ook op varen. Je gaat erop drijven op die energie die uit de zaal terugkomt. En die is er niet. Maar heel flauw, hè? Maar is het dan eigenlijk een voorstelling op halve krachten, omdat je die energie niet los weet te wrikken in de zaal? Nou, het was wel een heel erg goede voorstelling. En hij speelt het werkelijk fantastisch. Ik ben een heel erg grote fan van Hans. Dus het is zeker de moeite waard. En het is zeker goed om naartoe te gaan. Je kan er alleen geen kaart meer voor krijgen, want dat is hartstikke uitverkocht. Ja. Maar het is niet wat het theater eigenlijk is. Nee. Het is een oplossing voor nu even. Wat vind jij van artiesten die nu zeggen van ja, dat heeft geen zin. Ik ga niet voor 30 man en een paardenkop staan spelen. Ik geloof dat... Is het niet Joep van het Hek die daar ook niet zoveel zin in heeft? En Claudia de Breij heeft gezegd van ik denk niet dat we voorlopig die zalen kunnen doen. Ik denk dat zeker als je comedy doet en je moet drijven op de lach. Mm-hmm. Dat als de mensen te ver uit elkaar zitten, dat die lach niet gaat komen. Dus een cabaretier is kansloos? Ik vrees van wel, ja. En ik denk dat het ook helemaal niet leuk is om naar te kijken. Dit was een tragische voorstelling die ik zag. En dan, dat is heel goed te doen. En het is ontzettend goed geregisseerd uiteraard weer door Ivo van Hoven. Maar de kick van met z'n allen dat beleven, dat je precies hetzelfde meemaakt en dat je dat voelt, die ontbreekt. Dat is dus heel slecht nieuws. Want jij zei net, we zijn de eerste die moesten stoppen en de laatste die weer in actie kunnen komen. Ja. Je beschrijft van ja, het model wat er nu is, dat werkt gewoon niet. Nou, het werkt, maar het is niet zo... Het is een surrogaat voor het echte theater. Net als al die livestreams, dat is wel beter dan niks. Ja. Maar het is niet het echte ding. Nee. Waar ga je vanuit? Hoe lang gaat dit nog duren? Ik ben bang dat dit duurt totdat er een vaccin gevonden is.
En tot die tijd is het niet mogelijk om terug te gaan naar normaal. Nou, we kunnen misschien wel openluchttheatervoorstellingen maken. Dat zal eerder lukken. Maar veel mensen in een afgesloten ruimte, dat is het grote probleem. Jij bent 64, 65? 63. 63, bijna goed. Hoe lang hou jij dit persoonlijk vol? Ik bedoel, er zijn geen inkomsten ook, daarom zitten we hier ook. Ik heb mij altijd laten verlonen, omdat ik dat eigenlijk belangrijk vond. Omdat je dan bijdraagt, dat is een soort solidariteitsgedachte. Ja. En ik heb daar vrijwel nooit van gebruik gemaakt, vroeger wel eens. Maar nu komt mij dat dus eigenlijk heel goed uit. Je hebt een steady inkomen. Ik heb 2 jaar krijg ik WW. Okay. Dat is wel veel minder dan ik normaal verdien. Maar ik kan rondkomen. En je hebt je pianootje en je hebt een leuke vriendin. Ja. Ja. Je was ooit met een hele beroemde zangeres. Ja, zeker. Ja. Barbara Hannigan. Barbara Hannigan. Ja. Die zit ook werkloos thuis nu. In welke stad, Parijs? Nee, ze zit in Bretagne. Haar vriend heeft een huis in Bretagne. Want in Parijs is het niet uit te houden. Nee, het is verschrikkelijk. Hè? Ja. Wat dat betreft valt het in Nederland dan wel weer mee. Zeker, heel erg. Ja. Hey, ik wens je alle succes van de wereld. Ik wil je toch vragen, je regisseert. We maken dus op die wand, zie je een groot getal staan, 285.621. Dat zijn de mensen die hier aan tafel hebben gezeten, hebben gemeld hoeveel mensen erg afhankelijk zijn van hun werkzaamheden, die dus nu zonder geld zitten of met te weinig geld. Dat is het bedrag tot nu toe, het aantal. Hoeveel mensen werk jij mee die op dit moment... Nou, toen ik stopte, toerden er 4 voorstellingen van mij. En daar werkte in totaal, denk ik, 60, 70 man aan. Per voorstelling of bij elkaar? Bij elkaar. Bij elkaar, ja. 60, 70 man. Ja. Dat is ook serieus. Ja. Wat hoor je van die mensen? Van je collega's? Er beginnen echt grote problemen te komen. Vooral bij mensen die alle 2 ZZP'er zijn. En helemaal geen inkomsten meer hebben. Ja. Als jij de lach wil hebben thuis. Als je je onbetaalbaar kapot wil lachen. Wat lees je of wat kijk je? Naar, wie krijgt het nog voor elkaar in deze tijden? Ricky Gervais. De nieuwe serie op Netflix? Afterlife. Ja? Fantastisch. Het is heel geestig en heel tragisch tegelijk. Ricky Gervais. Hey, hartstikke bedankt dat je hier langs wilde komen, Gijs. Zou je je handtekening op het grote bord willen zetten achter mij? En veel plezier met het thuisspelen. 60 man, hè, mogen we noteren. Ja. Zijn afhankelijk van de werkzaamheden waar jij bij betrokken bent. Ja. Staat genoteerd. Dank je. Goeie reis terug. Dank je. Naar Amsterdam, waar woon je? Amsterdam, ja. Goeie reis terug.